Van Tuitel gaat weg bij Skoda. Ik weet niet of ik dat verstandig vind. Een mooi merk, Skoda. He, dat is wel een budgetmerk, toch? Ja, dat was een budgetmerk, maar, maar nu is het volgens mij lang geen budgetmerk meer. Maar eh, het waren solide prettige auto's. En de, vooral de Octavia was een ongelofelijke hit. Ja, dat ik nu over die auto's ga praten, kwam natuurlijk omdat deze meneer bij Skoda werkte. En dat ik. Ik was misschien wel niet weggegaan bij zo'n fijn merk. Maar misschien gaat hij naar een nog veel fijner merk. Dat wil zeggen, het is allemaal één merk, want dit is allemaal Volkswagen Groep. Dus de vraag is eigenlijk: blijft hij bij de Volkswagen Groep? Volgens mij krijgt hij een andere functie bij PON, als ik het bericht ga ah Ja, begrijp. dan blijft hij dus bij de Volkswagen Groep. En ja, wat is PON? PON is de. De grote importeur van alle Volkswagens in Nederland. En ja, het Volkswagen-concern is langzamerhand van immense afmetingen. Is die eeuwige strijd, wie is de grootste? En dan moet je afvragen, telt de productie in China ook mee? Eh, ik weet eigenlijk niet of, niet, of Toyota of, of Volkswagen de grootste is, weet ik niet. En ik hoop dat General Motors ook nog een rol speelt. Ja, neemt u mij niet kwalijk dat ik bij het afscheid weer toch verval in, in beschouwingen over de. Mondiale autoproductie, u, u blijft bij, bij, de, bij die importeur. En eh, wat dat betreft lijkt me dat dus wel verstandig, want je kunt bij die importeur alle kanten op. Ik neem aan dat je ook als je bij zo'n bedrijf werkt wel liefde voor auto's koestert. En daarmee ben ik weer terug bij die Octavia. En daarom ga ik een verhaal vertellen over een Octavia, een Skoda Octavia eigenlijk precies de juiste maat auto, niet te groot, niet te klein niks patserigs erbij, je koopt geen Octavia als je wilt patsen, je koopt een Octavia als je, je gezin veilig rustig en warm wenst te vervoeren tegen een redelijke prijs en zodoende had mijn zoon een tweedehands Octavia gekocht waarmee die weet ik hoeveel honderdduizenden kilometers heeft gereden zonder enig probleem maar nu komt het verhaal en dat lijkt mij toch ook iets. waarmee ik deze meneer die weggaat bij Skoda. kan feliciteren. Mijn zoon is een jaar lang op wereldreis geweest. met zijn ganse gezin. vrouw, kinderen, de hele Bliksemse boel. En in die, dat jaar had hij de Octavia gestald. in een of andere garagebox in Haarlem. En na een jaar kwam hij terug en hij deed de garagebox open. en hij deed de deur van Octavia open. en hij startte de Octavia. en die startte. Na nou, één jaar stilstaan. Zonder al te grote moeite. Hij heeft hem nog een beurtje laten geven. Nou, en... is dat zo gek? Dat doen meer auto's toch wel? Nou, ik moet zeggen: ik vond dat nogal vrij indrukwekkend. Ik kan hier allerlei andere verhalen aan koppelen. Niet waar? Van lastige starters. En vooral als je als, als citroenrijer. heb je op dit punt vaak een hele geschiedenis die diep steekt. En Waarover een heel e-post te schrijven zou zijn. Maar neemt u mij niet kwalijk dat ik natuurlijk volledig ben afgedwaald. Ik weet niet precies of u het leuk vond bij Skoda. <laughs> maar ik denk toch dat u trots kunt zijn op de werkzaamheden bij Skoda. Want Skoda heeft het goed gedaan. En ik vind nog steeds de Octavia in zijn klassieke vorm. een fantastisch soort van auto. Ja. Het is een soort auto. Je hebt niet meer nodig, al het andere is of te klein. Ja, je hebt natuurlijk al die kleine witte autootjes waarmee mensen de sloot in rijden. Want dat is altijd op televisie. Uh, en je hebt natuurlijk, God, ja, je kunt zien de hele straat staat hier vol met auto's die twee keer zo duur zijn als een eenvoudige Octavia. Maar die heb je eigenlijk niet nodig. Een Octavia in zijn eenvoudigste vorm is een fantastische auto. En ik feliciteer u met het feit dat u bij dat bedrijf gewerkt heeft. Kijk, hartstikke mooi. Ik hoop dat u ook zelf voor het bedrijf een soort Octavia bent. Wat bedoel je daarmee? Solide, bruikbaar, verstandig, geen gepat's, ook geen klein geneuzel, gewoon wat het zijn moet. Ja, nou, dat moeten de collega's maar uh, inschatten ja, en ermee doen wat ze willen met die boodschap. Ja.